In dit filmpje leert u hoe de ICT-coördinator voor iedere groep verschillende login-mogelijkheden kan instellen. De groepslogin in MO is bedoeld voor leerlingen in onder- en middenbouw. Deze leerlingen kunnen nog niet goed genoeg lezen en schrijven om hun eigen gegevens in te voeren. Als de groepslogin wordt ingeschakeld, hoeft de leerling slechts op zijn naam in het overzichtsscherm te klikken. Daarna kan hij drempeloos zonder wachtwoord of met een door u gekozen wachtwoord inloggen. Een groepslogin kan alleen worden ingeschakeld op leerlinggroepen. In het startscherm klikt u op de knop MO Beheer. Vanuit dit scherm heeft u de mogelijkheid om diverse instellingen te beheren. Klik op de naam van de groep waarvoor u de groepslogin wilt instellen. Klik op het tandwieltje om de groep te bewerken. Dit icoontje vindt u naast de tabbladen Gebruikers en Programma's. Het volgende venster wordt geopend. In dit venster kunnen verschillende instellingen worden aangepast. Hier kunt u ook de groepslogin in- of uitschakelen. Wanneer u het loginscherm voor de groep aanzet, moet u een wachtwoord voor uw groep kiezen. Dit wachtwoord heeft u nodig om in te loggen op MO. Daarna wordt het inlogscherm voor de groep zichtbaar. Vanuit het scherm van de groepslogin kunnen uw leerlingen direct inloggen op MO. U heeft ook de mogelijkheid om alle leerlingen vanuit dit scherm met een wachtwoord te laten inloggen. Daarvoor zet u de knop Eigen wachtwoord vereist naar leerlingkeuze op aan. Daarna klikt u op Opslaan. U kunt uw groep nu zelf aanmelden op het systeem met de gegevens die u gekozen heeft. Vanuit het scherm van de groepsinlog kan de leerling nu zelf inloggen. In zijn eigen scherm ziet de leerling een grote knop om weer uit te loggen. Hij komt dan vanzelf weer terug in het overzichtsscherm van zijn groep.